Het revalideren begint meteen na de orgaantransplantatie. Na de transplantatie is het belangrijk dat u zo snel mogelijk weer in beweging komt. Uw zorgverleners zullen u hierbij stimuleren als u mogelijk te weinig doet. Het streven is om op de eerste dag na de transplantatie met bewegen te beginnen. U wordt, waar nodig, door de verpleegkundige of fysiotherapeut geholpen met zitten op de bedrand of op een stoel naast het bed. Dit valt onder mobiliseren. U krijgt mogelijk ook ademhalingsoefeningen om uw longen te beschermen. Eventueel krijgt u ook spierkrachtoefeningen om in bed of in de stoel uit te voeren. Al deze handelingen zorgen ervoor dat u weer beter zult doorademen, u zich niet of minder benauwd zult voelen en dat u minder spierkracht en conditieverlies zult krijgen. Tevens verkleint u de kans op complicaties zoals een longontsteking en dat is zeer belangrijk. U zult zich ook sneller fitter voelen en de resultaten van de orgaantransplantatie zullen ook beter zijn op de korte en de lange termijn. Deze activiteiten worden natuurlijk afgewisseld met rustmomenten waarin u kunt herstellen. Overbelasting dient voorkomen te worden, maar hier wordt uiteraard samen met u op gelet. De revalidatieperiode in het ziekenhuis kan echter als zeer zwaar ervaren worden. Mogelijk zal het mobiliseren en de oefeningen voor u als te vroeg aanvoelen. Maar uit onderzoek blijkt dat het veilig en zeer effectief is. Probeer dus zo goed mogelijk mee te werken, hoe vermoeiend en hoe zwaar het ook is. Er zijn nu al vele patiënten voorgegaan. Of, zoals een transplantatiepatiënt ooit tegen mij zei, no sweat, no glory. Dagelijks zal met u besproken worden wat de mobilisatieactiviteiten voor die dag inhouden. Er wordt naar gestreefd per dag de mobilisatiemomenten en het aantal en soort oefeningen uit te breiden. Deze oefeningen krijgt u in het Erasmus MC digitaal, welke u kunt bekijken in de oefenapp Televisio. Hiernaast komt u meerdere keren per dag uit bed en zal u per keer langer in de stoel gaan zitten. Daarna zal u passen op de plaats maken, lopen rondom het bed, op de kamer en uiteindelijk op de gang. Eventueel met een tijdelijk loophulpmiddel, zoals een rollator. Mogelijk gaat u ook trainen in de oefenzaal. Dit gebeurt allemaal onder begeleiding van een verpleegkundige of een fysiotherapeut. Mochten er toch complicaties optreden na uw orgaantransplantatie, dan zal uw trainingsschema hierop worden aangepast. Alles is erop gericht dat u zich zo snel mogelijk beter gaat voelen, u sneller terug naar huis kunt en het resultaten van de orgaantransplantatie verbetert.